Goedemiddag alvast. Ik zie een aantal mensen al welkom in de sessie van SAB Profiel en Tata Steel Collars. Ik kijk eventjes of er nog meerdere mensen aanschuiven, zodat voor iedereen de presentatie vanaf het begin toch wat te volgen is. Goed om u allen welkom te heten. Zoals u ziet op de achtergrond staat nu in de presentatie ga met SAB sandwichpanelen voor goud. Het is voor het eerst realiseerde ik me in 30 jaar dat we voor nieuwbouw weer mochten gaan. Het is ons grote bedrijfspand in Geldermalsen met de laatste state-of-the-art machinepark. Maar uiteraard natuurlijk ook de schil aan de buitenkant van de laatste generatie. Mijn naam is André de Jong, zoals u ziet staan onderin SAB profiel. Werkzaam op de afdeling Product Services. En samen met mijn collega's mag ik adviezen verstrekken aan klanten, ingenieursbureaus, architecten. Voor vanmiddag staat op de agenda SAB profiel, sandwichpanelen, profielen en natuurlijk uiteraard de duurzame coatingen aan de buitenkant van deze panelen. Wat is het toch heerlijk om een frisse start in een nieuwe fabriek te mogen maken. Werkelijk waar, na 30 jaar hebben we een nieuwe fabriek mogen bouwen op de locatie in Geldermalsen. En dat betekent dat je al een ervaring weer in nieuwe dingen kunt stoppen. En hier staat dag in, dag uit produceren wij kilometer staalplaat en sandwichpanelen. Het zou me niet verbazen als we misschien inmiddels al 1 miljard kilometer aan profielen en staalplaten hebben mochten leveren. En natuurlijk, we staan klaar voor de dak- en gevelspecialisten om hun bij te staan in keuzes, specificaties, het uitwerken van berekeningen, u noemt het maar op. In alle opzichten kunnen we hun verder helpen. Daarnaast bieden we natuurlijk uiteraard ontwerpers een inspirerende omgeving met blijvende uitstraling, met zeker de duurzame coatingen zoals recentelijk allemaal nog weer nieuw van Tata Steel Collars. Links ziet u alvast de eerste dakpanelen de fabriek uitgaan, waarop we heel trots waren. En rechts ziet u een plaatje van de kopse kant van de bedrijfshal, die jawel 230 meter lang is. Alles valt en staat natuurlijk met een goede bedrijfsfilosofie. Een stuk betrouwbaarheid, daar rekenen onze klanten op. Maar ook de ontwerpers en de designers moeten daarop aankunnen. Natuurlijk de productiefaciliteiten en zoals u natuurlijk ook kunt verwachten, kwaliteit en milieu. ISO 9001, de 1090, maar natuurlijk ook de milieumanagement 14001 zijn voor ons allemaal zeer zelfsprekend. Last but not least, zeker op het gebied van duurzaamheid kunnen we niet stilzitten. Dus ook daar hebben we een heel belangrijk certificaat gehaald over de keten heen. Dus voor de staalfabrieken heel bijzonder, namelijk BEST 6001. En daar kregen we zelfs de kwalificatie Very Good, wat bijzonder is voor een staalbedrijf. Het kan niet anders natuurlijk. We moeten een concurrerende positie hebben in de markt met een breed aanbod en concurrerende prijs voor de kwaliteit de presentaties. Anders dan zouden we morgen de deuren wel kunnen sluiten. Het mannetje wat u in het midden ziet, flexibiliteit, dat gaat mij misschien niet helemaal meer lukken. Maar het zegt iets over de organisatie. Wij krijgen opdrachten binnen vrijdagsmiddags, waarvan 's maandags van ons gevraagd wordt of het soms aan het einde van de week al geleverd kan worden. Want ja, de bouw is al gestart. En dat vraagt veel van onze afdeling verkoop en planning om de zaken keurig voor elkaar te krijgen. We kunnen uiteraard niet zonder de uitgebreide bestekspecificaties, de technische ondersteuningen en building information modeling. Oftewel BIM 3D-modellen van al onze producten. Hier ziet u een mooi plaatje. Inderdaad, daar gaan de eerste dakpanelen van ons buitenterrein in Geldermalsen op weg naar weer tevreden klanten. Uiteraard kan het niet zonder een uitgebreide range van sandwichpanelen. Sandwichpanelen zijn ideaal als je snel wil bouwen of een hoge isolatiewaarde belangrijk zijn. Immers met een geringe dikte van 100 mm haal je al makkelijk een RC van 4,5. Dat wat al geldt volgens het bouwbesluit 2015 voor gevels. Vaak ook een economische keuze, scoren hoog op de duurzaamheid, zeker in combinatie met een goede coating. Licht gewicht. Want anders zou je al gauw zware panelen nodig hebben voor meer isolatiedikte. En dat maakt dat ze voor vele toepassingen geschikt zijn. Aan de rechterkant ziet u overigens vanuit de lucht gezien het dak van ons bedrijfspand in Geldermalsen. En ook hier uiten we weer een stukje duurzaamheid. Het hele dak is recentelijk volgelegd met alle zonnepanelen. Waarvan we weer vele huishoudens in de omgeving kunnen voorzien van groene stroom.
In één bouwgang. Wind- en waterdicht. Panelen in het kort natuurlijk. Uitstekende isolatiewaarde. Ik had het er al even over. Met 100 mm dikte haalt u makkelijk een RC van 4,5. En zelfs met onze dakpanelen voldoen we ook aan het bouwbesluit 2015. En halen we zelfs een RC van 6 of meer. Het zijn prefab-bouwelementen, dus je kunt makkelijk op een bouwplaats snel en probleemloos de zaken monteren. Je hebt immers gelijk een binnenhuidisolatiekern en een buitenhuid. Ook het circulair bouw hoort hier natuurlijk bij. Alle panelen worden nagenoeg altijd geschroefd en zijn nadien altijd ook weer te demonteren. Natuurlijk plezierig in één bouwgang, wind- en waterdicht. Dus je kunt binnen weer verder gaan met je vloerafwerkingen en al dat soort andere zaken. We hebben een optimale luchtdichting, waar ook we een goede QV10-waarde mee halen met onze panelen, waardoor luchtdicht bouwen ook goed mogelijk is. En brandveilig door gebruik van de nieuwste PEERT-technologie. We zitten in de hoogste Euro-brandklasse B. Hoger kun je haast niet halen. Het lichte gewicht, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de dikte en uitvoering, maar alles is mogelijk. Geluidsisolatiewaarde van 26 dB, vlak uiterlijk leefbaar in tal van coating en kleuren. Hier ziet u een voorbeeld van ons sinuspaneel, wat we ook in de nieuwe fabriek kunnen maken. Duurzaam en slimme features. Ik had het al even aangehaald. De ISO-certificering 14001 Milieumanagement, maar natuurlijk ook onze Environmental Product Declarations, waarvan we nu ook onze eerste eigen declarations hebben. Het BES 6001 Responsible Sourcing for Construction Products, very good. Dat betekent dat als je een gebouw in Nederland gaat BREEAM certificeren en je bent op zoek naar de bron, BES 6001, dan ziet u in MAT 5 database dat we een tier level 1 halen. Het hoogst haalbare en dus veel credits bij het gebouw wat je BREEAM gaat certificeren. Onze wand blind, een gewone wand zichtbaar, zijn inmiddels ook FM approved. Dus we hebben op deze series ook een M approval. Vanuit de nieuwe fabriek gaan straks vrijwel alle type producten voor het FM approval. Dan de wand blind serie, daar halen we een EW30 van. En de wand serie brandwierend halen we een EI30. En het leuke nieuws, wat ik u ook al kan verklappen, maar hier nog niet op staat, is vorige week hebben de brandtesten plaatsgevonden van onze dakpanelen. En daar haalden we uiteindelijk een EW60 mee en een E90. Dat nieuws gaat u zeker weer terugzien in onze nieuwsbrief. Dus ik zou zeggen, abonneren op onze nieuwsbrief. En u kunt de laatste nieuwtjes van de ontwikkelingen elke keer van ons ontvangen. Maar we zijn natuurlijk ook een stukje verder gegaan. We denken aan zaken als een retoursysteem EPS-verpakking, zodat we het bouwafval zo min mogelijk op de bouwplaats meer achterlaten. En deze zaken nemen we ook keurig netjes meer mee terug en kunnen herhaald gebruiken voor de verzending van onze producten. Doe daar nog eens een keer de duurzame coatingen bij, waar ik het later nog even over zal hebben. En het cirkeltje is toch best wel compleet voor duurzame en slimme oplossingen. Het laatste, de DNA Profiler, een online webtool waarmee u nagenoeg van al onze producten BIM 3D-modellen kunt maken, zowel in AutoCAD, in Revit, Archicad. Kortom, in de meeste tekenprogramma's zijn ze te downloaden. Sandwichpanelen PEER in één montage, geïsoleerd en waterdicht gevel met binnen- en buitenblad neerzetten, dankzij hoogwaardig comprimant. Wat u hier ziet is een afbeelding van onze wandblind uitvoering, waarbij het ook mogelijk is om met zogenaamde lastverdeelplaatjes, zoals de Duitser dat noemt, te kunnen werken. Deze panelen, daar kunt u uiteraard ook de FM-approved versie van kopen. Een ontwikkeling die we de laatste jaren hebben mogen zien, in aanleiding van natuurlijk de hogere eisen in de bouw, gevels met een RC van 4,5 minimaal, of daken van RC6, heeft zich ook een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. En dat is de snelle bouw van carrier sandwichpanelen. Groot voordeel, het gebouw is vrijwel direct wind- en waterdicht, met een geringe dikte en gelijk een isolatiekern van 4,5. Terwijl je misschien met andere opbouwsystemen minimaal 200 of zelfs meer aan isolatiedikte nodig hebt om gelijke isolatiewaarde te kunnen bereiken. Maar deze is ook weer uniek, want op deze is een dragende gebouwverschil denkbaar. Hier in de afbeelding ziet u omega's en een van onze esthetische profielen. Maar we zien ook wel steeds meer toepassingen in de zin van hout of andere zaken. En ook dat behoort tot de mogelijkheden. Hier een hele leuke, een groot DC aan de rechterhand in het oosten van het land. Waarbij onze sandwichpanelen zijn toegepast als schil. En vervolgens de architect aan de buitenkant een prachtig mooi esthetisch profiel. Namelijk ons piramide in verschillende vlakken heeft toegepast.
Even een overzichtje van het gamma wat u zo kunt zien bij ons. De wand blindgeschroefd. Daar hebben we een hele serie van standaardproducten van 60 oplopend tot 140. Waarmee we met het 140 wand blind ook een RC van 6 in de gevel zouden kunnen realiseren. De zogenaamde EW-serie, oftewel brandwerend, 30 minuten oplopend van 80 tot 140 mm dik. Ook in verschillende lineringen verkrijgbaar. Een aantal mensen zal het misschien opvallen, maar ook nieuw is de maximale lengte. We kunnen behoorlijk lange lengtes leveren, namelijk tot wel 16 meter. De laatste groep is dan degene die natuurlijk recentelijk is toegevoegd de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk de SB Carry Wand Blind. Ook hier een range van 80 tot en met 140 dik. Onze serie Wand Zichtbaar blijft natuurlijk ook altijd nog in trek. Zeker ook bij carrier zijn ze goed te gebruiken, maar ook voor andere toepassingen. Daar beginnen we ietsje dunner om ook wat andere kleinere toepassingen te kunnen doen. Namelijk van wand 40 oplopend tot een wand 150. Ook de verschillende lineringen zijn hier verkrijgbaar tot een vlakke linering of een microlinering. En ook hier weer de paneellengtes tot ruim 16 meter. In deze serie nu nog van 120 tot 150 een EI30. Maar waarschijnlijk dat in de toekomst wel verder uitgebreid zal worden. Ook hier de serie van wand carrier die oploopt van 80 tot 150. Uiteraard weer die lengte van 16 meter die hier te halen is. Als we even kijken naar onze wandpanelen zichtbaar geschroefd, dan hebben we hier nog de traditionele met een trapeziumvorm. Een 95 en een 135 profiel, die gelijkend is op wat vroeger het trapezium was in de gevel, maar nu als sandwichpaneel. En ook hier, dit type is met een EI15, een bepaalde brandweerendheid, en met een SUB Carrier 95 of 135. Die laatste zien we toch ook nog wel steeds in trek, ook wel bij wat grotere DC's in Nederland, waarbij dit toch nog wel eens een keer wordt toegepast. Dan ziet u de wand Sinus en dat is een 100 en een 120 die we nog in ons programma hebben. Een traditionele golf met een knipoog naar de oude golf van de SRB 18-988, oftewel het allereerste golfplaatje. Sandwichpanelen voor dak, voor een geïsoleerd schuindak kies je natuurlijk voor een SRB sandwich dakpanelen. We hebben deze in een redelijk traditionele vorm, namelijk een 42 golf, waardoor je dus eigenlijk ook de traditionele golfdaken als sandwichpaneel kunt kiezen. En daarnaast hebben we uiteraard nog de trapezium. Rechts ziet u overigens een foto van de dakpanelen al gemaakt in onze nieuwe fabriek. Kijken we naar de dakpanelen, dan ook hier weer begonnen met toch wel iets anders nieuws. Hadden we voorheen een 5 kronen traditionele trapezium. We hebben nu een 3 kroons, oftewel 3 toppen die u ziet. Waardoor we ook die ideale bouwbreedte van 1 meter wat makkelijk werk kunnen halen. En uiteraard is hier ook heel gemakkelijk en eenvoudig zonnepanelen op te monteren. Ook nadat het gebouw al enkele jaren is opgeleverd. Je ziet, de TL staat voor trapeziumlinering. En hier beginnen we bij een 70 mm dik oplopend naar 160 mm. Die laatste was voor ons een belangrijke stap. Want dat is net even over de RC-waarde van 6. Dat wat je voor een dak wilt gebruiken. Nou, dit paneel is van de week getest. En we zijn heel erg blij met de behaalde resultaten. Waar we graag straks nog meer over laten weten in ons nieuwsbrief en op onze website. We zien ook een andere trend en ontwikkeling natuurlijk. Dat is dat ook voor de wat eenvoudigere bouw en de renovatie. De zogenaamde dakpanelen eco. Deze platen zijn vaak de dunste dikte die men graag wil hebben. En dan is de binnenzijde voorzien van een aluminiumfolie. En dat maakt hem vrij economisch om te kunnen bouwen en voordelig. We mochten eraan toevoegen een nieuwe dakpaneel Sinus. En hierin hebben we dan uiteindelijk een 83, een 120, een 160. En hier kunnen we dus verschillende diktes ook leveren. Wat u ziet is de minimale dikte van 43. Dat is aan de onderkant van de golf en de maximale dikte van 83. Dat laatste, die 160, is natuurlijk wederom weer een belangrijk iets. Dat is weer voldoende aan het bouwbesluit van 2015. Dat was het aanvullend besluit waarin
voor daken een RC-eis kwam van 6. Ook hier halen we dat makkelijk. En kijkt u eens naar de lengte die we kunnen halen. Ruim 25 meter uit één stuk. Ook deze groep hebben uiteindelijk een ecopaneel toegevoegd. Om ook weer voor de renovatie en de eenvoudige bouw een voordelig paneel aan de markt te kunnen bieden. Belangrijke dingen toch wel die we ook met de bouw van een nieuwe fabriek konden doen. Dat is een 100% schone overlap. Variërend van 50 tot 300 mm. Dat maakt dat je nog veel grotere dakvlakken in één keer kunt doen. Maar dat maakt ook dat je ter plaatse van de goot een stukje vrije plaat hebt zonder perken. Dat zien we steeds vaker terugkomen, dat men dat ter plaatse van de goot doet. Wat we ook kunnen, en zeker op de bouwplaats heel gewaardeerd wordt, is affabriek, een afdichtingsband in de langsoverlap. Hiermee ben je in één keer ook klaar en hoef je nooit meer dat bandje na de hand tijdens de montage nog aan te brengen. Maar kun je het paneel zo verleggen op het dak, vastmaken en verder gaan. Ook hier weer die extra lange lengte van ruim 25 meter, die in onze oude fabriek toch behoorlijk kleiner was. Met deze dikke perhardschuimkern haalt hij natuurlijk die isolatiewaarde van minimaal 6. Prachtig schouwspel van kleuren, een hele mooie donkere Nederlandse lucht. En dit is een afbeelding van het DC van Jumbo te Nieuwegein. Onlangs ook nog in het nieuws geweest en publicaties over geweest. Hier is een SB 45900 toegepast in verschillende kleuren prisma die specifiek op klantspecificatie door Tata Steel Colors zijn gematcht. We hebben natuurlijk ook een grote variëteit aan binnendozen en profielen. Traditioneel dus een golflaatje of een trapezium. Maar ook wat u ziet op de rechterplaatje, dat is een detailfoto van DC in het oosten van het land. En hier is dus piramid toegepast. We zien dat deze puntachtige profielen een steeds grotere belangstelling in de markt genieten. Omdat ze vooral natuurlijk ook in verschillende breedtes te combineren zijn. En één en dezelfde coating en kleur geeft dan vaak een heel speels effect. Zoals u hier op de rechterzijgevel al kunt zien. Toch nog steeds niet weg te denken in Nederland. Altijd nog de opbouw met de binnendozen en profielplaat. Daar waar het nog eens een keer gaat om extra akoestiek. Dus geluidsabsorptie is een traditionele opbouw vaak toch altijd nog wel gewend. Dat kan. Maar dan toch ook nog voldoen aan de RC van 4,5. Was best ook weer hier een uitdaging. Daarvoor bieden we dan ook aan een binnendoos SRB 140-600. In combinatie met een Isover 200 mm isolatie omega en een buitenplaat. En ook hier kunt u dan een gevel realiseren met een RC van 4,5. Wat u ook op dit plaatje ziet is ook weer een van de dingetjes die toch ook alweer een aantal jaren geleden zijn geïnteresseerd. Dat is namelijk dat de binnendoos affabriek met een afdichtingsbandje kan worden geleverd. Zodat men ook op de bouwplaats dit soort dingen niet meer hoeft aan te brengen. Een mooi bedrijfsverzamelgebouw recentelijk opgeleverd met vele verschillende kleuren colorcoat materiaal toegepast. En zo maak je van een saai kantoorbouw een zeer levendig object. Natuurlijk uiteraard de koudakplaten en platte daken behoren ook natuurlijk tot ons productprogramma. Voor de open fietsenstalling kunnen we natuurlijk uiteraard de koudakplaten leveren of loodsen of fustenloodsen. Kortom, en ook natuurlijk uiteraard de zogenaamde gevelprofielen zijn te leveren. Warmdakplaten is voor SRB eigenlijk ook altijd een van de wat grotere dingen die we mochten toeleveren aan de markt. Namelijk een 106 oplopend tot wel zelfs een 200 hoog profiel. Met plaatlengtes makkelijk tot 22 tot 24 meter. Dus hier zijn meervelds overspanningen, grote overspanningen, eenvoudig te halen. Hier zien we het distributiecentrum aan de rechterkant. De gevel lijkt gevlekt voor u, maar niets is minder waar. Hier zijn namelijk ook weer onze piramidprofielen toegepast, waarbij verspringend kleine golfjes bij elkaar en weer een breed dal bij elkaar. En daardoor krijg je dus eigenlijk als het ware een patroon in je gevel, toch met één en dezelfde coating kleur, die elke keer weer anders wordt ervaren. Alles begint uiteraard met het voorgelakt staal. Rollen afkomstig van Tata Steel Colors, fabrieksmatig voorzien van een coating en een kleur om vooral ook een hoge duurzaamheid en verwachte levensduur tot aan eerst groot onderhoud te bereiken. En
Collercoat Vorlaagstaal, afkomstig van Tata Steel Collars. Het merk bestaat al sinds 1963, dat is al ruim zo'n 57 jaar. En heeft zeker in die 57 jaar een enorme reputatie opgebouwd. Zover dat we ook uiteindelijk makkelijk een Confidex garantie kunnen geven tot wel 40 jaar. En deze garantie gaat over de keten heen. Dus rechtstreeks vanuit Tata Steel Collars naar de eindgebruiker, de gebouweigenaar. U ziet HPS 200 Ultra bestaande op een PVC-basis met een laagdikte van ruim 200 micron en een prisma. Collercoat Prisma, de beste combinatie eigenlijk wel van esthetieke kwaliteit, lange termijn, prestaties en duurzaamheid. Een corrosieweerstand van RC5. En ik kan u verklappen, als de norm meer zou kunnen geven, dan zouden we met deze coating ook wel RC6 kunnen halen. Maar op dit moment is de standaard niet hoger dan een RC5. Ook de UV-bestendigheid, dus het rood, wat we zo lang rood willen laten, had een RUV4. En zou de norm iets hoger liggen, dan zouden we dat met deze coating naar alle waarschijnlijkheid ook halen. Speciale metallics hebben we een tiental kleuren. We hebben natuurlijk uiteraard de Unikleuren, 10 kleuren. We hebben uiteraard ook de Element 5 kleuren en een nieuwe is eraan toegevoegd. Een hele gouden kleur genaamd Midas. We kennen daarnaast ook nog matkleuren, 4 kleuren. Van al deze producten kunt u ook vlakke monsters bij ons opvragen. Dan heeft u ze van de juiste coating in de juiste kleur. Aan de rechterkant ziet u ook de Confilex looptijden. En dat was voor ons best belangrijk, want we waren een van de wat latere die uiteindelijk met aan alle voorwaarden voldeden. Maar voor ons was veel belangrijker dat we de Confidex verwachte levensduur tot aan eerst groot onderhoud mede ook konden verlengen. En daarin zijn we dan uniek. U ziet voor de gevels landinwaarts minimaal 40 jaar voordat je überhaupt iets. Deze is een wat bekendere, de HPS 200 Ultra. Een laagdikte van ruim 200 micron. Ook deze heeft een uitstekende corrosieweerstand van RC5 en een RUV4. Wat een goede UV-bestendigheid geeft. We hebben dat in 20 kleuren, 15 kleuren en 5 matkleuren. Ook hier de vertrouwde Confidex van 40 jaar voor de gevel en zelfs ook voor het dak. Mijn collercoat collega Tata Steel Collars, dat zijn voor Nederland William Borgstein en voor België, Luxemburg, Frankrijk is dat Caroline Christiaans, die u ook mede net als ik kunnen voorzien van informatie over de coating en de verwachte levensduur of waar u productmonsters bij kunt aanvragen. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en zeker de mensen die nog meer informatie willen of wensen kunnen natuurlijk altijd een bericht sturen aan info@sbprofiel.nl. Of eventuele vragen. Nadien kunnen ze ook altijd nog aan ons sturen. Zijn er nog vragen, William? Even van de muur halen. Vooralsnog nog niks via de chat. Maar ik denk dat mensen altijd de websites van SAB, Collercoat, zouden kunnen bezoeken voor extra vragen. En als er nog vragen zijn via de normale lijn, iedereen is welkom om wat te vragen. Dus we horen het graag van u. Denk ik dat het een goede, mooie, duidelijke, heldere presentatie is, André. Nog gedaan binnen een half uur. Top. Bijna. Nou ja, vooruit. Een paar minuten. Nee, helemaal goed. Mooi. Misschien verder nog. Komen we zo voor de sessie? Nee. Nou, dan denk ik dat we het af mogen sluiten bij deze, André. We kijken eventjes of er nog inderdaad vragen is vanuit het publiek. Ja, ik krijg toch nog een vraag. Wacht even hoor. Worden er nog andere isolatiematerialen gebruikt dan peer? Nee, op dit moment verwerken wij in onze sandwichpanelen lijn hoofdzakelijk en alleen peer. Daar zijn ze op uitgelegd. We hebben ooit in het verleden een combilijn gehad. Bestaande uit toen peer en mineraalwol. Steenwol dus. Die combi was voor ons commercieel niet meer interessant. Dus we hebben ons geconcentreerd op echt peer. Hardschuim als kern van onze sandwichpanelen. En daar de afgelopen decennia verbeterslagen gemaakt.
een betere brandveiligheid, een hogere isolatiewaarde. Omdat ook, laten we zeggen, de vraag in de markt veel meer naar peer is dan bijvoorbeeld iets van mineraalwol. Wel leuk om te vertellen dat we in onze eigen nieuwe fabriek inderdaad twee verschillende laboratoria hebben. Eén mechanisch laboratorium waarin we tests kunnen doen van onze producten enzovoort enzovoort. Maar we hebben ook een chemisch laboratorium. En in de nieuwe fabriek mengen we ook voor het eerst zelf de samenstellingen van onze hardschuimkernen. En het zou me niet verbazen dat de technologie in de toekomst nog verder gaat. En misschien daar nog weer beter of mooier afgeleide zullen worden ontwikkeld. En dus misschien de naam dan toch nog wel weer wijzigt van het materiaal. En geldt dat ook voor de andere leveranciers? André, krijg ik een vraag over. Dat is in de keuken kijken bij iemand anders. Dat is natuurlijk wel leuk om te doen. Maar dat, daar weten we natuurlijk niet altijd het fijne van. Maar we weten wel dat de markt natuurlijk op zoek is altijd naar ontwikkelingen. Wij zijn in ieder geval als fabrikant niet meer afhankelijk van, laten we zeggen, een mengsel dat ons werd aangeleverd als product. Maar we kunnen nu het mengsel zelf samenstellen. En dat maakt dat we een veel grotere vrijheid voor de toekomst hebben. Niet zo'n goed idee of andere fabrieken misschien ook die laboratoriums hebben. Misschien wel. Nee. Maar misschien een kleine aanvulling op het gebruik van isolatiemateriaal. Dus misschien voor meneer Jonkeren. Dat voor de opbouwsystemen bij SAB natuurlijk ook steenwol kennen. Hè? Dus het welbekende opbouwsysteem. Dus als daar wellicht vragen over zijn over isolatiewaarde, brandveiligheid. Denk ik dat we bij SAB natuurlijk ook de juiste materialen kennen en kunnen beantwoorden als er andere vragen over zijn. Dus dat is goed. Ja, ja, geen enkel probleem. Ja, helder. Alright. Nog andere vragen? Graag gedaan, meneer Jonker. Alright. Ja, ik heb dat waren er nog een aantal kijken nog mee, hebben misschien nog een vraag te stellen. Misschien heb ik zelf nog een vraag. Ik zag 25 meter maximaal voor de sandwichpanelen, André. Ja. Dat zal denk ik via een convoy exceptioneel verhaal gaan. Zou best goed kunnen, William. Maar, in het verleden, vanuit onze oude fabriek, waren de panelen begrensd op een lengte van ongeveer ergens tegen de 12, 14 meter. Iets in die geest, ja, geloof ik. Ja. Met de nieuwe fabriek hebben we natuurlijk die slag extra gemaakt. Waardoor we inderdaad dit soort lange lengtes van ruim 25 meter kunnen leveren. Ja, dat is denk ik wel bijzonder transport als dat over de weg gaat. Ja. Maar ook hier en daar met flauwhellende daken, waar graag die lange lengtes van nok tot groot in één keer gemonteerd kunnen worden. En dat kan tegenwoordig met een evenaar met een vacuümheffer. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Nog andere vragen voor mensen? Over de SAB-profielen. Oké. Okay. Vraag over Colorcode misschien? Dat zou kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. Niemand weet het. Het blijft vooralsnog stil. Oké. Okay. Alright. Dan denk ik dat we hierbij moeten laten, André. En als er mensen zijn, dan, wat ik al zei, men weet ons te vinden.